demodagen ontmoeten wij handelshuizen, verwerkende bedrijven en retailers die uiteindelijk het product kopen van onze klant. En tijdens die dagen zijn wij in gesprek met dat soort partijen om te achterhalen welke behoeften en welke trends er bij die partijen zijn. Om die vervolgens samen met het verenigingsteam terug te vertalen naar productontwikkeling. Dus demodagen in zijn algemeniteit, of dat nou sla is, of tomaat, of meloen, of welk gewas Enzo ook actief in is, daar zijn ontzettend relevant voor ons. Ik denk dat wij in de afgelopen jaren al een hele goede basis hebben gelegd in de manier waarop wij de klant benaderen en samen willen werken om tot een optimaal product te komen. Dat dat ook onder deze moeilijke omstandigheden zijn vruchten heeft afgeworpen. Omdat de samenwerking die stopt niet door een probleem zoals COVID-19. Waar ik trots op ben is de flexibiliteit van zowel ons eigen team, maar ook vanuit de klant om wel te kijken naar oplossingen in plaats van problemen. En dat is wel wat een. Dat maakt je wel trots. Dat je eigenlijk ziet dat we ons niet hebben laten kisten. En dat we om zijn gegaan met moeilijke omstandigheden. We hebben wel leuke oplossingen bedacht. Het stukje online. We hebben van elk gras hebben meerdere foto's gemaakt en mooie filmpjes van het veld. Dus wij kunnen in de komende weken wel alle klanten de nieuwste dingen laten zien. Hetgeen is wat ons heel sterk bindt, is de voorliefde voor het product dat we maken, het natuurproduct. Maar dat het ook een bepaalde uitwisseling van kennis is om gezamenlijk weer tot een beter en mooier product te komen. En wij kunnen die oplossingen bieden naar de toekomst toe vanuit ons veredelingsvak. Maar de tuinder kan eigenlijk van onze genetica een mooi eindproduct maken wat richting de markt kan.